Deze week in Cultuur kunnen de voetjes van de vloer met Dansjacht. We spreken met de organisatie en performer Celine Werkhoven. Daarna bezoeken we grafisch ontwerper Suzanne Hertogs. Icoon Frida Kahlo staat in haar nieuwe boek centraal. Leuk dat je kijkt naar Cultuur. Dansjacht werd afgelopen zondag voor de eerste keer gehouden. Dit mini-festival had 11 performers uitgenodigd om het Tilburgs publiek te verwonderen. We spraken met 2 mensen van de organisatie en een performer die meedeed aan dit spektakel. Being There is een nieuw event. En ik mag meedenken in het programmateam voor de inhoud. Er zijn makers die ook meehelpen denken van oké, hoe geven we dat invulling? Dat ben ik. En Jasper Tsuki Jelen van 100 Hands uit Breda. En wat eigenlijk bijzonder is, is juist in deze stad dat er heel veel mensen in de openbare ruimte werken en andere manieren vinden om dans neer te zetten. En dat willen we ook laten zien. Dansjacht is het slotevenement van een aantal weken onderzoek naar dans in de publieke ruimte. Dat noemen we Being There. En met die overkoepelende naam willen we volgende jaren ook door naar andere wijken. Dus er ligt zeker ambitie om bijvoorbeeld het Spoorpark, Museumkwartier, ons daar weer tot die gebieden te verhouden. Voor Dansjacht zijn we nu in de Piershaven, wat natuurlijk leisure gebied is van Tilburg, waar ontmoeten centraal staat met de horeca, de haven, het water. En het gaat ook over elkaar weer opnieuw ontmoeten, nu extra relevant na anderhalf jaar pandemie. En weer, hoe moeten we weer ons tot elkaar verhouden? En we hebben ook aan de makers gevraagd van om na te denken van hoe die deze tijd eigenlijk wat die openbare ruimte nu eigenlijk nodig heeft. Van hoe willen we in deze ruimte zijn? Hoe willen we die ruimte delen? En hoe kun je dat vormgeven? En het gaat voor mij heel erg over de ontmoetingen en iets meenemen van wat je ziet of hoort bij de ander. En je maakt daar eigenlijk altijd een reflectie op. Het doet altijd iets in jou en dat kaats je dan weer terug. En dat wilde ik uitvergroten. Dus vandaar dat ik mensen vraag iets te vertellen. En ik geef daar op een andere manier, in een andere taal, namelijk die van het lijf, geef ik weer iets terug. Probeerde dat uit te vergroten in de bubbel van zo'n bootje. En dat werkte eigenlijk heel goed, want als je met z'n tweeën zo aan het roeien bent, ver van de kant, dan is het ook wel makkelijk. Mensen beginnen makkelijk te praten, want je bent buiten gehoorafstand. En dan ontstaat er wel iets. De voorstelling heet De Influisterboot. En mensen mogen bij mij aan boord stappen voor een oversteek. Dus ik vaar in en weer tussen twee punten. En onderweg vraag ik ze om iets overboord te gooien, metaforisch gezien. Het mag van alles zijn. Het mag een verhaal zijn, of een herinnering, of een geheim, of een last, of een wens. En het mag zo zwaar of luchtig zijn als ze zelf willen. Er zit natuurlijk wel een soort symbolische waarde aan. Als iemand dat steentje achterlaat hier in de haven, dan meestal voelt iemand daar wel iets bij. En dat vind ik wel mooi. Het blijft een theatraal ding. Ik ben danseres en het heeft ook dat doel, iets theatraals te zijn. Maar er zit ook iets. Er zit een beetje een licht therapeutisch effect in, denk ik. Doordat iemand iets omhoog brengt en het dan loslaat. Dus mensen komen heel vaak heel opgelucht dan weer aan de kant. Omdat ze even iets in het heel klein verwerkt hebben. Zo lijkt het vaak.
En niet altijd. Soms is het ook gewoon alleen maar vrolijk. Maar er komen ook best wel persoonlijke verhalen soms voorbij. Jade heeft een project. In dit project interviewt ze Tilburgers over waarom dans je? Wat doet dans met je? Wat doet het met jou om te kunnen bewegen? Ze stelt ook een aantal intieme vragen van hoe dans je thuis als niemand je ziet met gordijnen dicht? Wat is je favoriete muziek? Die nemen die mensen mee de studio in. En vervolgens gaat ze met hun bewegen op die muziek. En wat je hier ziet is, vervolgens hebben wij een Eindhovense fotograaf bijgebracht, Lisa Klappen. Die heeft die mensen geportretteerd op een hele vette manier. Met de QR-code ga je vervolgens per persoon, per Tilburger, naar een site. Vind je een filmpje, zie je die Tilburger dansen. Dus ja, is eigenlijk de bedoeling dat we een beetje verrassen. Dus dat je dingen tegenkomt, dat je dingen ontdekt. Dat je ineens misschien een heel andere hoek ziet van de omgeving die je normaal kent en waar je gewoon aan voorbij loopt. Dus dat is eigenlijk ook, dat willen we heel graag, dat mensen verwonderd raken. Dat ze opnieuw stilstaan, misschien nadenken over van wat het met ze doet. Maar ook met elkaar een praatje maken. Dus ook de ontmoeting, juist doordat je bespreekt van wat je daarvan vindt of wat het überhaupt is. Want het is niet altijd precies herkenbaar. Soms is het ook, ja, is dat dans? Is het alledaagse beweging? En juist daartussen gebeuren heel veel interessante en spannende dingen. Dat je soms ook een passant verdenkt van, is dat nou een performer of een danser? Suzanne Hertogs mocht een boek maken over Frida Kahlo dat tegelijk in première ging als de tentoonstelling Viva la Frida in het Drents Museum. We spraken met Suzanne over haar interesse in Frida Kahlo. De reden waarom Arie Tupan, de directeur van het Drents Museum, mij denk ik heeft gekozen om deze catalogus te mogen maken, is de kleurrijkheid in mijn werk en de diversiteit. En je ziet in die zin wel een soort overeenkomst tussen het werk van Frida Kahlo en mijn werk. Alleen, ik ben natuurlijk geen kunstenaar, ik maak geen schilderijen, maar ik maak boeken. Dus natuurlijk een toegepaste vorm van kunst. Maar in die zin, wat betekent Frida Kahlo voor mij? Ja, zij maakte in de tijd dat zij leefde werken die zeer vooruitstrevend waren. En zeker ook voor een vrouw, bijna op het feministische af. Zij droeg bijvoorbeeld ook af en toe mannenkleren. En zij speelde met gender. Ze had ook openlijke relaties met zowel mannen als vrouwen, terwijl ze getrouwd was. Dus zij ging haar eigen weg. Ze had haar eigen koers. En dat is denk ik wat heel veel mensen inspireert in het leven en werk van haar. En daarnaast, ja, daarom hebben we ook gekozen voor dit beeld op het omslag. Ze had heel veel pijn in haar leven. Zij kreeg een ongeluk in haar jeugdjaren. Een zwaar ongeluk waarbij ze een deel van haar rug prijzelde, waardoor ze leven lang allerlei ingewikkelde corsetten moest dragen. En ze is minstens 10 keer geopereerd. Daarnaast heeft ze ook nog een been moeten verliezen. Nou, en zo nog een rijtje van dingen die veel impact hadden op haar leven. Maar desondanks al die tegenslagen wist zij alles uit het leven te halen. Dus dan vergeef je het haar ook dat ze bijvoorbeeld vreemd ging. Dat deed haar man trouwens ook aan de lopende band. Dus in die zin. Uh,
Wat heel erg opvalt als je haar werk bestudeert en dan zeker haar zelfportretten, dat zijn er ongeveer 50, is dat zij steeds een soortzelfde blik heeft in haar ogen. En het verhaal, ze vertelt wel een verhaal, maar dat zie je niet direct aan haar gezicht. De symboliek zit er omheen, of door middel van gestileerde tranen bijvoorbeeld. Maar de blik in de ogen is altijd hetzelfde. Dus ik wilde dat feit eigenlijk onderstrepen. Van hoe kan ik dat nou in beeld brengen, dat dat meteen helder en duidelijk is en dat het ook nog interessant is. Een soort visueel, experimenteel onderzoek. En ik heb daarbij onder andere het gezicht van Kalo steeds dezelfde uitsnede gemaakt. De ogen over elkaar heen gelegd, zodat je dezelfde verhouding krijgt van het gezicht. En die op elkaar gestapeld en dan krijg je dus bijvoorbeeld deze. En dan zie je, dit is eigenlijk haar oerportret. En die lijkt eigenlijk nog het meeste op een werk van haar uit 1933. Ik ben opgegroeid in de drukkerij en mijn vader vroeg, wil je de drukkerij overnemen? Nee, ik wil al die mooie dingen maken die daar over die persen rollen. Dus dat was eigenlijk al heel vroeg, wist ik heel goed wat ik wilde. En dus toen ik uiteindelijk in de positie was om dat eindelijk te gaan doen, toen ben ik begonnen met mijn eerste boek te ontwikkelen. En dat is deze, De Duf. En dit is eigenlijk het boek wat ik had willen lezen toen ik zelf 15 was. Dat was eigenlijk het uitgangspunt. Dus en Duf is dus inderdaad voor tieners, jongeren en alles wat hen bezighoudt staat hierin. Dus dat zijn zeer veel uiteenlopende onderwerpen. En dit was nog wel, het internettijdperk was net begonnen, maar social media was nog niet zo ver ontwikkeld als nu. Inmiddels hebben we meerdere Dufs gemaakt. De laatste Duf heeft als thema waanwijs en gaat dus juist wel weer in op die social media thema's, onder andere. Ik wil eigenlijk het liefste dat als mensen dit boek lezen en erin bladeren, dat ze zich verbonden met haar gaan voelen. Dus ik wil eigenlijk het werk zo, dichterbij brengen. Dus dat heb ik ook geprobeerd met dit ontwerp. Om bijvoorbeeld persoonlijke dingen toe te voegen of symboliek toe te voegen, zoals zij zelf ook in haar werk deed. En ik heb dat ook gedaan door middel van quotes of uitspraken die zij deed in haar leven. Of ze hield ook een dagboek bij, daar quotes uitgehaald. En die dan weer iets vertellen over de werken die je dus te zien krijgt. Dus ik wil eigenlijk, omdat die schilderijen zo persoonlijk zijn, en eigenlijk een soort biografie van haar zelf zijn, wil je ook vertellen, ook in beeld, maar ook in tekst, hoe dat leven eruit zag. En als je dat, als je daarin duikt, ja, dan voel je daarna wel zo van, oh ja, respect of zo. Van, zo kan je ook het leven bekijken. Nou, je hebt het eigenlijk, aan de ene kant heb je talent om te kunnen schilderen. Aan de andere kant heb je de hele dag pijn, heb je miskramen gehad, heb je je been moeten laten amputeren. En dat je dan toch door blijft gaan tot aan het einde, ja, dat zegt wel iets over iemand. Maar dit is wel een project geweest waarbij het Drentse Museum mij de vrijheid heeft gegund en het vertrouwen heeft gegeven om ook zelf content te maken, dingen te ontwerpen, dingen toe te voegen, mijn eigen interpretatie van het werk van Frida Kahlo. En dat maakt het wel heel bijzonder en speciaal. We sluiten af met een nummer van Simon Keats en El Cantina uit de Simon Keats Show.
buenas tardes, todos por aquí. Esta fiesta está muy bien. Como nosotros la vamos. Cuánta maravilla. Hasta mi amor. Esta fiesta está bien. Nosotros, los cuambos. Hasta mi amor. Hasta mañana, señorita. Hasta la vista, por favor. Hasta mañana, señorita. Hasta cambia. Nosotros ni me gusta ni mi corazón. Hasta mañana, señorina. Hasta la vista, por favor. Hasta mañana. Tot zover de aflevering van deze week. Heb je iets gemist of wil je iets terugkijken? Check dan onze website omroeptilburg.nl. Vergeet ook niet je te abonneren op ons YouTube-kanaal en ons te volgen op social media. Bedankt voor het kijken en tot volgende week!